Met oude fietsen, karren en kleding uit de oorlogsjaren herbeleefde Velde vandaag een bijzonder hoofdstuk uit de Tweede Wereldoorlog. In januari 1945 werd het hele dorp op last van de Duitse bezetter geëvacueerd. Ze moesten te voet naar het dorpje Stralen, vlak over de grens. Een barre winterse tocht waarvan de afloop toen nog ongewis was. Vandaag werd de voettocht opnieuw afgelegd door zo'n 200 Veldenaren, van wie sommigen er 75 jaar geleden ook bij waren. Veldenaren van nu lopen de tocht van toen, 75 jaar na dato, in de voetsporen van. Dat zien mijn vader en moeder. Die hebben toen met 4 kleine kindjes deze tocht gelopen. Ik werd nog niet geboren, maar de 4 oudste. 3 daarvan zien dood, helaas. En mijn elders ook, maar hun hebben dit toen wel gelopen, ja. En elke mens, en iedereen, was met zichzelf en met zijn gezin bezig. Wat overkomt ons er eigenlijk? Toen gingen ze in één keer toes weg, alles die heim en heen, alles liet ze achter. De koeien worden er al uitgehaald, bijna door de Pruisen hier weer weg worden. Alles ging weg, toen was ze in één keer alles kwijt. En toen liepen we heen de weg, rustig. Iedereen was met zijn eigen bezig. Die gingen weg, dit kerken, die ging met de fiets. En dat ging rustig naar Stralen toe, in diepe gedachten. Wat gebeurt er en waar komen we terecht? Vandaag een frisse, maar mooie dag. Toen ijzig koud en droevig. Velde lag in de frontlinie en werd ontruimd door de Duitsers. Veel mensen weigerden dat eigenlijk. Die zeiden, we blijven, we gaan niet. En toen hebben ze ons bedreigd met mitrailleur. Als jullie niet gaan, dan gebruiken wij dit wapen. En mijn zuster, Ann, die heeft zelfs een pistool tegen haar lijf gehad, tegen haar hoofd gehad. We moesten. Dit is de foto van de evacuatietocht. Gemaakt op 14 januari 1945 door Harry Hermkens. Dat was een uitdrukkelijk bevel, je mag de stoet niet verlaten. Maar ik dacht, barst maar, ik verlaat me wel, ik ga een foto maken. De historische tocht van bijna 10 kilometer van Velde naar het Duitse Stralen lopen de deelnemers nu ook. In 1945 wachtte een trein met veewagons die uiteindelijk 2000 evacuees naar Groningen bracht. Nu is er een warm onthaal bij de Duitse buren. Ja, dus wel, ik heb echt zoiets toen dat duurde. Die ging ik meelopen. Ik werd toen 6 jaar, maar moet je toch wel een keer over doen. En het lukt. Ja. De evacuatie van Velde, voor één keer herbeleefd en voor altijd herinnerd. De plaquette werd vandaag onthuld.